Zo lekker. Nee, ik zeg nou tegen een paar mensen, ze hebben ons geen stuiver gegeven vandaag. Iedereen dacht wel even dat Dynamo dit zou doen. Het werd zwaar, wisten we van tevoren. Maar we hebben ons zo erin gevochten. We hebben onze tanden erin gezet, we hebben niet meer losgelaten. Ondanks het eerste setverlies. Tenminste, de eerste set die je verliest. Maar continu gas geven. We zijn gebroken, fysiek. Maar ook mentaal. Dit. Ik ben zo verdomme trots op die gasten, jongen. Dat is niet te doen. Echt niet te doen. We hebben het met z'n allen gedaan. Alweer. En weet je, het voorspelt heel veel moois. Feels great. I've never been in a cup before. It's kind of a new experience for me. And being a part of this atmosphere with this many fans was really, really cool. Special. And I think, especially with the way that the whole team played and how we all came together against Dynamo was pretty awesome. So. Ik voel me super, Theo. Echt niet normaal. Om meteen in mijn eerste jaar die beker te pakken, dat is ongelofelijk. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Nou, we hebben met het team gevochten tot het einde en dat zie je ook terug in het resultaat. Dus dat is heel mooi om te zien van het team. Ja, en wat kan de Blue Army veel, hè? Ze kunnen alles, als ze er maar in geloven. How does it feel to hold the cup? Oh, it feels pretty good. It kind of almost looks like my baby child right now. That's what I got, kind of like holding it like this. So you take the cup back to Groningen? Oh yeah, absolutely. It's where it belongs. Ja, ik ben echt blij. Afgelopen jaren heb ik bij Lycurgus gespeeld, behalve beker. Dus vandaag krijg ik kans om in beker te spelen. En ik ben blij dat ik mijn beste kon doen. And fucking yeah, man. Fucking yeah. Ah joh, dit is niet normaal. Dit is zo lekker. Ik denk eigenlijk een beetje wel in het hol van de leeuw, want ze waren allemaal voor Dynamo. Maar misschien is dat nog wel lekker. We wisten van tevoren, als we met lef erin gingen, dan konden we dit winnen. En nou ja, dat doen we. En je ziet dat het zich uitbetaalt. Echt geweldig.